Zo, goedemorgen. We komen nu aan bij Bicep Royale. Vandaag hebben wij ons jaarlijkse festival Blendfest. En gisteravond tot later opgebouwd. En nu komen we weer terug 's ochtends en even kijken hoe het eruit ziet. Kijk, hier komen de kluisjes. Hey, daar is hij. Kijk, ja, kom ook even hoor. De beste kok van Nederland. Daar is hij hoor. Mooi feestje. Kijk, dit wordt het podium vandaag. Gek, hè? Aardig gek. Daar is hij hoor. De man van de lasers. Doe eens vriend. Lekker jongen. Jij ook? Goed. Weer zo gelukkig mee. Dus weer... Ja, het ziet er goed uit. De eerste zijn we live? Ja, we zijn niet live, maar we zijn wel in de vlog van de vloggende keeper. Hey, gezellig. Je hebt gezien hoe het loopt, hè? Ja, we gaan er heel gezellig voor. Vijf kijkers, jongen. Vijf. Hey, moeten we even complimenten voor geven, Tom? Het ziet er heel netjes uit. Het is een hele verbetering weer ten opzichte van vorig jaar. Morgen. Kijk, morgen. Dit is de VIP-host. Die gaat vanavond dan maar regelen hier zo. Kijk, de VIP's zijn hartstikke lieve mensen, maar ze willen wel in de watten gelegd worden. Dus dat gaat hij even regelen. Zijn ze aan het bouwen. Daar staat hij hoor. De man die alles kan. Jason de Robertino. Er is geen vrouw veilig. Of hij begint er al. Morgen. Ik heb geen detachement bij me, Den. Nee. Goed vriend. Goed. Goedemorgen. Kijk, dit is wel een lensje dat hij er even op staat. Denk hij vlogt. Hey. Dit is echt, kijk, hij was hem gisteren vergeten. Dat wij lekker rust gehad. Ja. Wel een lekker brilletje hoor, Den. Ja, goed. Zo, een zonnetje gehad. Dat is een aardig zonnetje hoor, hier. Hij staat nog aan. Even kijken of hij nog aan staat. Dan sta ik een half uur tegen niemand te lullen. Dus even kijken naar mijn compagnon of hij alles onder controle heeft. Kijk, dit zijn de stagiaires. Hè. Die wil je het liefst elke 6 maanden hebben, maar die hebben we niet. Dus mocht er een stagiaire zijn, ik doe gelijk een oproep. Mocht er een stagiaire zijn die net zo goed kan timmeren als Vincent, dan moet hij even een mailtje sturen naar info@timingevents.nl. En dan gaan we dat gewoon even regelen. Dus, beste ontwerper van Nederland, die is er ook weer. Vandaag vlaggen in elkaar zetten. Kun je ook gewoon vlaggen in elkaar zetten? Hè? Alles, ik kan alles. Wat vind je ervan? Leuk toch? Ziet er aardig uit, ja, hoor. Ja, cool. Nu het zonnetje nog. En dan... Ja, ik ben al lang blij als het droog wordt. Ja, dit is lekker zo. Ja, dus, dat vind ik het allerbelangrijkste. Ik ben er vanavond pas weer terug. Okay. Maar mijn compagnon is de hele dag. Ik moet nog even een potje voetballen vanmiddag. Ach jezus. Dat is ook nog gebeuren. Hij kon niet afzetten. Dus ik heb een contractje gewoon bij mijn amateurclub. Ja. Dus ja, dat moet je wel. Dus, maar toen zei dat is wel. Beetje weer afwisselen. Ja toch, nou, zie jullie vanmiddag. Is goed. Ja, dank je. We hebben nu een eigen fotobon neergezet. Kunnen mensen prijzen winnen als ze ermee op de foto gaan. Van onze eigen kledinglijn. Kijk, onze grote vriend Matsu staat er ook op hoor. Ah, hij is wel vet. Ik vind hem vet. Kijk. Dit wordt hem. Ik heb even kijken met de camera. Ja, zo ook wel goed. Uit de vlag vast. Nog even bij een feestje. Kijk, ik zie ze altijd. Dit is hoe het is, lekker weer ook. Gaan we eens even een vlogje maken? Kijk eens even. Jullie 500! Even terug in de tijd met Mental Tio. Jaren 90. Dat lijkt me zo'n vriesel. Dat kan je ook doen, hoor. Put your fucking hands up!
Gaat bij Mats Mats ook niet om. Nee. Nee, iedereen boekt hem voor zijn looks. Het enige wat ik geregeld heb vanavond is dit, kijk. Nou, hallo. 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 Hallo, ik ben er trots op. Maar vijf kijkers willen het ook zien. Hallo. Dit is een vlog. Dit is een vlog. Vijf maar kijkers, ik kom omdat Mats Mats naast me staat. Ja. Nee, bedankt wel. Jij ja, bedankt wel. Het is het ergste als je een feest hebt. Oh, die rotzooi. Die op moet ruimen. Ja, ik kijk er een heel jaar naar uit naar zo'n feest en dat is natuurlijk super, dat was echt een waanzinnig feest. Maar het is ook wel lekker als het dan weer afgelopen is. We zijn geen jonge honden meer, af en toe denken we dat wel, maar dat is niet zo. Dus het is alleen maar mooi dat het zo gegaan is dat iedereen zo'n topfeest heeft gehad. We gaan nu nog even een paar uurtjes opruimen. Tot ziens. Helemaal leuk. En dan weer alles opruimen, zijn we even bezig. Nu moeten we een foto, wel hebben we geen input, die hadden we ergens geleend. Ik ken nog niet weg. Ik ben er helemaal gek van. We zijn allemaal aan het bezem. Er zijn aardig wat vuil en zakjes met vuil. Dus, maar ja, dat betekent ook dat mensen naar de zin hebben gehad. Maar ik hoop toch echt zo mijn bed op te zoeken. Ik kan niet meer lopen, joh. Zo, dat was hem weer. Dit was weer een nieuwe vlog van de Vloggende Kiep. Elke dinsdag en vrijdag probeer ik wat te posten op mijn YouTube kanaal. Nou, wil je nou een oude aflevering terugkijken, dan kan dat hier. En ik zou het helemaal leuk vinden als je jezelf ook even gratis wil abonneren. Dat kan op mijn YouTube kanaal, kan dat hier. En dan blijven jullie een beetje op de hoogte wat ik allemaal mee ga maken. Tot de volgende keer.